Asta staat deze maand in het teken van kinderrechten. Daarom zijn we vandaag bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Amsterdam. Goedemiddag, Kinder- en Jongerenrechtswinkel met Bente. We helpen kinderen en jongeren dus die vragen hebben. Dat kan gaan van vragen over geld, over als ze iets strafbaars hebben gedaan, bijvoorbeeld iets gestolen. Maar bijvoorbeeld ook als hun ouders gaan scheiden en ze hebben daar meer vragen over, dan helpen wij hen. Kinderen in Amsterdam kunnen dus voor allerlei juridische problemen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel terecht. Wij vinden het belangrijk om kinderen te helpen, omdat zij eigenlijk nog niet echt een eigen rechtspositie hebben. In die zin dat zij nog niet zelf voor hun rechten vaak kunnen komen. Vaak gaat het over dat ze willen weten of ze al mogen werken, waar ze mogen werken. Hebben ze recht op zakgeld? Vragen over de scheiding van hun ouders als die gaan scheiden? Mogen wij kiezen bij wie we gaan wonen? Die vragen horen we erg vaak. We krijgen ook wel eens vragen over mishandeling. Ook zelfs over seksueel misbruik. Wij horen natuurlijk eerst het hele verhaal aan en we proberen echt tot de grond van het verhaal te komen. Waarvoor neem je nou echt contact op? Weet je, waar wil je dat wij je bij helpen? En als wij dat kunnen doen, dan willen wij het kind erbij helpen. En anders verwijzen ze door naar een organisatie die dat beter kan. Zit je thuis en heb je ook een vraag voor de Kinder- en Jongerenrechtswinkel? Kijk dan snel op bastaschooltv.nl.